Hoi, ik ben Willemijn. Ik ben 16 jaar en ik ben altijd al wel een beetje tegendraads en kritisch geweest. Vooral als het om school gaat. Want ik vind bijvoorbeeld dat je veel meer moet leren samenwerken en moet leren presenteren. En moet leren over jezelf. Daar heb je zoveel meer aan dan dat je weet wat een cosinus is. Of dat je denkt, oh, een bijvoeglijk bepaald lidwoord van tijd. Bestaat niet, maar ja, net zo belangrijk als de rest. Over dat soort dingen en nog best wel wat meer, heb ik een blog gehad een tijdje, samen met een vriendin. En ik heb een TED-talk erover gehouden. Daar ben ik nu wel mee gestopt, maar ik heb nog steeds wel een YouTube-kanaal samen met dezelfde vriendin. En ik ga iets heel leuks doen voor Future Rebels. Ik heb namelijk, ongeveer een half jaar geleden of zo, heb ik profielen moeten kiezen. Ik heb een profiel gekozen CNM, Cultuur en Maatschappij. Want het was voor mij niet zo'n heel moeilijke keuze, want ik ben best wel creatief. En ik ben wel geïnteresseerd in de maatschappij. En nou ja, dat was voor mij dus wel logisch. Maar ik weet nou eigenlijk niet precies wat ik daar nou mee kan worden. Ik heb al van school heb ik een lijst gekregen met beroepen. Maar voor 75% weet ik gewoon niet wat die beroepen inhouden. En daarom ga ik voor Future Rebels op zoek bij bedrijven om te kijken wat die beroepen nou inhouden. En ik hoop dat ik jullie daarmee kan helpen. En mezelf natuurlijk ook. Nou, ik heb er heel veel zin in. Tot de volgende keer.